Op het KKF-terrein is vanmorgen de eerste groep kinderen tussen 12 en 18 jaar met het Pfizer-vaccin gevaccineerd. De kinderen behoorden tot een groep van ruim 200 personen die speciaal daarvoor waren uitgenodigd. Volgens de organisatie SU4SU bestaat vanaf morgen de mogelijkheid voor geïnteresseerden om zich met het Amerikaanse vaccin in te laten enten. Op het bijgewerkte COVID-19-dashboard is af te lezen dat het afgelopen etmaal 2 personen zijn overleden als gevolg van dit virus. Er zijn 234 nieuwe positieve gevallen erbij. In de afgelopen maand zijn er ruim 3200 personen besmet geraakt. In de maand augustus zijn nu al 66 personen aan de ziekte overleden. Sinds de komst van deze ziekte zijn zeker 28.000 personen besmet geraakt, waarvan ruim 24.000 genezen zijn verklaard. In totaal zijn vanaf maart 2020 709 personen gestorven aan COVID.